vind een badkamer, een mooie badkamer, enorm belangrijk. Want het is een van de weinige ruimtes in je huis waar je eigenlijk nog echt tot rust kunt komen. Dus dan is dat ook belangrijk dat die ruimte zelf ook die rust uitstraalt. Voor mij is een mooie badkamer een ruimte die op zich vrij neutraal is ingericht. Met elementen die tijdloos zijn, die lang meegaan. En waarbij dat er met de accessoires wat meer is ingespeeld op trends. Die eigenlijk op die manier die ruimte wat meer pit geven, wat meer karakter. Er zijn een bepaald aantal elementen die je sowieso in je badkamer nodig hebt. Bijvoorbeeld je zeephouder of je potje voor je tandenborstels, de zeep zelf. Probeer daarin echt kritisch te zijn en echt mooie voorwerpen te kiezen. En dat op zich geeft daar heel veel uitstraling. En dan kun je nog van alles toevoegen, zoals een mooie plant, wat groen, wat kaarsen. En dan maakt het geheel echt helemaal af. Minimalisme, dat zien we heel veel terugkeren. De vloer die bijvoorbeeld mooi naadloos overloopt in de douchebak. De schermen zelf, de doucheschermen zonder profiel uitgevoerd. Dus zo, die versterken ook eigenlijk de ruimtelijkheid dan, die transparantie. En een andere stroming die we ook heel duidelijk zien terugkeren, is die van de heel dunne, zwarte profielen. Dus verfijnde lijnen. En dat zien we ook in de douchedeuren van Duchelux terugkeren. Ander element is bijvoorbeeld het douchegootje. Dat volledig is ingewerkt over de hele breedte van de douchebak op hetzelfde niveau. Dus wat wel leuk is bij de schuifdeuren van Duchelux, die kun je gemakkelijk loskoppelen. Je hebt een soort van push and clean technologie, waardoor je heel gemakkelijk ertussenin de deur kunt proper maken. Duchelux is volgens mij ook wel echt een designmerk, omdat ze heel duidelijk enorm veel aandacht besteden aan de esthetiek, aan het design. Dat wordt helemaal uitgepuurd en ze denken ook heel duidelijk na over de details. Naast eigenlijk design en het mooi zijn van de producten, zijn ze ook heel kwalitatief. Ze kunnen tegen een stootje, ze gaan lang mee en dat is toch wel heel belangrijk om daar mee bezig te zijn, omdat dat producten zijn die 5 of 10 of zelfs 20 jaar moeten mee kunnen.